Hoi, welkom bij de volgende aflevering. Mario Maker 2. We hebben nog meer muntjes nodig. En we zitten nog 34%. Zo, laten we beginnen met nog meer muntjes halen. Ja. Dus ik hoop dat jullie weer een leuke week hebben gehad en nou ja, whatever. Maar we moeten 9 spinnies verstaan. Oké. Okay. En we hebben ook niet zo heel veel tijd, dus oh jee. En dan moeten we met die powerblokjes doen ook. En we hebben nog een Angry Son. Oh jee, oh jee, oh jee. We maakten wel gelijk. Holy shit. Dat waren ze dus. Maar die Angry Son die kwam eventjes langs bij me hoor. Nice. En we hebben hem hoor. En we gaan de top ook bereiken. Nice. Zit. Wat jij is, Walker. Oké. 36%. Geen dank hoor. We doen het met alle hulp. Alle plezier, toch? Nou ja, ik help je wel. Met mijn helm en mijn kliertjes. Rijk de finish terwijl je steen vasthoudt. Alright. We vragen me af hoe ik die steen vast moet houden, dus. Oh ja. Dan kan je hem alleen maar overheen spinnen. Oh, hier komt een Yoshi uit. Nice. Oh jee. Nou. Dan pakken we deze even. En waar moeten we een steen vandaan zien te halen? Kom op, Yoshi. Kom hier. Oh, misschien kunnen we die halen meenemen. Maar dan moeten we eerst helemaal terug. Oh. Thank you.
Maar zoveel tijd hebben we ook niet, dus ja. Oh! Oepsie! Laten we eerst even deze zien te pakken. Maar hoe komen we hier dan op? Of kunnen we nog ergens anders een steen zien te vinden? Nou, ik heb geen idee. Oh, ik weet hem alweer. Oh, ik denk dat ik het weet, ja. Nou, dat was de tijd om. Ik denk dat ik hem weet. Oh, wel meenemen natuurlijk. Maar we kunnen dan niet zo snel lopen, dus. Bukken. Yeah. En dat doen we natuurlijk samen. Oh. Met Yoshi. Dankjewel dat je mijn steen hebt gebracht. Daar hebben we een. Tuurlijk wil ik die taak voor je doen. Daar zijn we hier toch voor. Om ze te helpen. Gebruik de finisterrooie steen van, oh, alweer. Maar nu in de woestijn. Met een catsuit. Kan je die zo vasthouden? Ja. Alleen daar kan je niet, zeg maar, snel mee. De finish bereiken. Oké, dat wou ik dus niet. Of zo? Ja. Dan nemen we hem zo weer mee. Oh ja. We hebben de catsuit echt nodig hiervoor.
Nou, die 10 hoef ik niet hoor. Dat vind ik wel grappig gemaakt zo. Oké, dan moeten we even de opening maken. Nu kan die er wel naar binnen. Hupsakee. Oh, dat is je gooit gewoon die steen eraan tegenaan en hupsakee. Oh. Woehoe. Miauw. Dan hebben we aan de andere kant de vis. Of terwijl, hoe ze noemen? Chip chips. Mm-hmm. Dan gaan we de eerste ook maar even doen. Een steen uit het bos. Hoofdtotet is kieskeurig wat betreft de stenen die ze gebruikt. Oké. Let's do it. Een steen uit het bos. Nou ja, niets anders dan dat je een steenmuur meeneemt, dus... Volgens mij kunnen we daar niet op, dus ik denk dat ik gewoon hierin moet. Oh, die zijn zo vervelend. Oh. Wat zit hier? Nice. Stenen zijn ook zo zwaar. Oh, ik zet die even daar nu hoor. Oh, waar is die nou? Hoe is het daarboven? Alright. Ik raakte de top. Nou ja, blijkbaar niet dus. Koopa Chupa. De eerste wesetage is weer gemaakt. Gaal. Nou, jouw taak is verbracht. Ga maar lekker weer slapen. Heb jij nog wat? Nee. Doe dit wel. We zijn klaar met de eerste etage. Nou, laten we maar even kijken. Oké, daar heb ik nog niet genoeg muntjes voor.
we moeten nog meer taken zien te vinden. Dus, hey hondje. Waf, waf. Ik heb een taak voor je. Nou, zullen we dat in de volgende aflevering doen? Dan gaan we verder met de hondje. Het hondje. Zo, dankjewel voor het kijken en tot de hond. Tot bij weer de hond. Doei!